It's your boy Jay, a.k.a. Real Talk Jeffa, you know the vibes. Zoals jullie weten, vandaag een nieuwe sessie met een paar goede vrienden van me. Voor mij hebben ze geen introductie nodig, maar ik zal het toch wel even doen. Aan de linkerkant van me heb je Philly. Rechts van me heb je Derek. En naast hem heb je Terrence. Alle drie ken ik hartstikke goed. Ze zijn gewoon mijn broeders. En we gaan het gewoon 100 houden. Ga lekker praten, lekker babbelen, lekker wat drinken, lekker wat snoepen. En ja man, je weet zoals het is. Be inspired, be encouraged. That's the motto. Dus mijn belangrijkste vraag. En dat is altijd de moeilijkste vraag, vind ik zelf. En dan ga ik aan jullie alle drie vragen. Oh, lastig. Wie ben jij? Wie is Terrence Douglas? Volg van Jezus. Je mag voetballen. Gewoon een relaxe guy eigenlijk. Hou van lachen, hou van rellen. Ja. Gewoon, kan serieus zijn, relax, ontspannen. Maar kan ook eigenlijk gewoon releren, toch? Mezelf zijn. Ja. En mezelf, zeg je dat, expressen gewoon op een manier die energiek voor is. Veel energie, veel lachen. Oké. Goed mijn ding. Derek? Ja, ik ben de zoon van Jezus Christus. Die van voetbal houdt. Niet per se van de voetbalwereld, maar van voetbal zelf. Ik denk dat ik... Ik kom daar zo op terug. Ik denk dat ik liefdevol ben naar iedereen toe. Maar ik denk dat ik ook extra liefdevol ben naar de mensen om me heen. Ja, maar dat is een beetje wat hoe ik ben, zeg maar, wie ik ben. Denk ik. Vinnie? Ja man, ik ben een hele vrolijke jongen, enorm familiehart, heel close met de mensen om me heen. En ja man, ik merk nu ook in deze vibe, in deze setting, dat ik ook heel graag wil luisteren en weer een nieuwe kijk wil krijgen op dit alles. Dus, ja. We hebben sowieso één ding gemeen, dat we allemaal voetballers zijn, weet je. We waren allemaal van voetbal. Jij zei wel iets gelijk waar ik ga tackelen. Die houdt van voetbal, maar niet van het wereldje. Wat bedoel je daarmee? Ik denk dat de mindset van de voetbalwereld een beetje... Het is allemaal macho. Er is altijd een standaard manier hoe je moet zijn. En ik ben het daar niet per se mee eens. Er is ook natuurlijk veel politiek, ga je ook zien. Ja. En veel mensen zijn ook niet echt eerlijk naar je toe. Ja. Terwijl ik hou van eerlijkheid en transparant zijn. Ja. En daarom eigenlijk. Ja. En heb je dat al soort van echt al meegemaakt? Of is het iets wat je hebt gehoord? Nee, ik heb het meegemaakt en gehoord ook, beide. Oké, dus hoe was je voetbaljourney tot nu toe dan? Rough, zou ik zeggen. Ja, ik begon bij FC Amsterdam. Amateurclub hier in de buurt ook, in Amsterdam. Daar vanaf volgens mij mijn 5e tot aan mijn 15 nog voetbal. Ik speelde niet echt per se op een niveau waar veel scouts kwamen kijken. Maar ik hield wel gewoon altijd geloof. En toen op mijn 15e mocht ik stage lopen bij Twente. Dat ging goed bij God's Grace. En heb ik daar 2 seizoenen gespeeld. Mijn 2e seizoen afgevallen of weggestuurd, hoe je het ook wil noemen. Zat ik de hele zomer zonder club. In het begin een beetje stressen. En daarna gewoon vertrouwen in God, zeg maar. En dan kreeg ik de mogelijkheid om stage te lopen bij Watford. Dat ging goed. Contract aangeboden. En nu ben ik nog daar. En dat is ook voor jou tennis of denken van voetbalwereld? Want jullie zijn hartstikke jong. Kijk, ik ben 33. Dus ik heb sowieso heel veel meegemaakt. Maar jullie zijn nog, wat, 19? 20. Allebei 20? 26. Jo, 26? Ja, man. Zo! Hard, man. Ik weet dat we samen zijn. Als je 20 dan wil zeggen. Ja, zo. In ieder geval, dus weet je, relatief jong. Als je het sowieso met mij vergelijkt. Maar toch zeggen jullie al van, hé, die baliewereld is... Tenminste, jij zegt dat. Hoe zie jij dat? Ja. Ik ben met hem eens, man. Ja. Oké. Nee, wat is jouw kijk erop? Je maakt het, voor mij als ik voor mezelf spreek, op enige hoogte wel mee. En je ziet het ook vaak, vooral in je omgeving. Je hebt, in mijn geval heb ik dan gewoon boys om me heen die vaak veel interesse wekken en zo in dat voetbalwereldje. En dan... Weet je, van die boys hoor je bepaalde dingen, je ziet het. En dan weet je al van oké, ga niet altijd eerlijk of wordt niet altijd nagegeven wat er wordt gezegd en zo. Dus ja, bepaalde dingen maak ik wel zelf mee. Maar het is niet dat ik zou zeggen dat ik zelf echt zoiets extreems heb meegemaakt dat ik de vertrouwen in de mensen of zo verloren of zo, weet je. Ja. Het is maar zo dat je weet van oké, je moet gewoon op je tellen passen zo, voor je lucht. Ja, nee, ik kan sowieso relateren aan dat, weet je. Ik weet nog toen ik, sowieso toen ik 17 was, debuut bij Ajaxie, spelen, andere coach. En hij kwam natuurlijk met zijn eigen spelers, grotere namen. En ik was dus op plan B. En hij was die type trainer die niet echt veel jongboys zeg maar kansen gaf. Ryan Bauer was al jong, maar ik bedoel echt upcoming, snap je? En hij kwam met andere namen. Een paar spelers uit Barça zijn dan niet mee. Dus op een gegeven moment die denk van weet je, vorig seizoen ging het gewoon super hard. En nu sta ik er voor een challenge gelijk. En ik weet nog, wat ik zeg, hij was die type trainer, hij was super streng. Dus als je een fout maakte als jongboy, je wist al die body komt, Jeffrey, pas die bal goed. En je bent jong, dus je denkt van, het gaat, kijk nu als ik dat zou doen, weet je, ik heb al genoeg ervaring, ik weet hoe ik daarmee moet omgaan. Maar dat was de eerste keer in de jeugd. Nooit body, alles ging soepel. Eén ook soepel. En hij komt en we deden dan een paasoefening. En dan, je weet toch, bij Ajax als je die bal verkeerd kaart, die bal hobbelt. die body komt, snap je? Dus ik weet nog, Sarpong, pas die bal goed, de hele tijd. Dus ik weet nog, af en toe ging ik naar training. Zat ik in een file, dacht ik, ik heb geen zin. Want je weet, sommige dagen, je kan al weten wat voor oefeningen je gaat doen. Toch? Dus ik wist van deze dag is precies iets van mijn hoofd ging, weet je, stressen, Dus ik rij in mijn polo naar de training. Ik heb geen zin, ik wil gewoon teruggaan. Ik zit al in een file, ik begin te stressen, weet je. En dat is de eerste keer voor mij dat ik zoiets had van, Bali vind ik niet echt, weet je toch? Nu vind ik het niet leuk. Eerst ging je echt blij naar trainen, nu is het van... Je stresst al om een oefening dat nog niet eens, weet je, gebeurd is. Ja, ik weet niet hoe het voor jou was. Ja, lastig man. Ik denk, we kunnen er allemaal wel over meepraten, maar ik denk sowieso mijn carrière heel veel ups en downs gehad. Ik denk ook inderdaad wat de jongens aangeven. Het is vooral heel lastig, omdat je natuurlijk, op het moment dat het heel goed gaat, je gaat heel snel keihard. Ik weet nog dat ik bij PSV zat en wat je zegt, ik ging elke dag met plezier naar Eindhoven, naar de club, trainen, school. Was natuurlijk ook belangrijk, maar je keek natuurlijk uit naar die momenten van ik ga lekker trainen. En ja, op een gegeven moment de keuze gemaakt om bij PSV weg te gaan. En om dan te zeggen van je gaat prof worden, dat had ik nog niet eens zover. Of zover was ik mentaal nog niet eens. Want uiteindelijk ging ik met Ernest Faber mee naar FC Eindhoven. En ik maakte uiteindelijk mijn debuut op mijn 16e, betaald voetbal. En voor mij was het puur gewoon voetbal is gewoon mijn ding. Ik heb daar alles voor over. Ik ben een enorme liefhebber. En uiteindelijk ging het heel hard, heel snel. En dan merk je ook dat je in één keer een bepaalde positie gaat aannemen waarin mensen wat van je willen hebben. Of mensen gaan anders tegen je doen. Ja. En ik wil graag voor iedereen heel goed zijn en uiteindelijk is dat ook wel een beetje mijn valkuil. Is dat op een gegeven moment mensen willen ook iets van je om een reden. Ja. En uiteindelijk ging mijn carrière heel hard omhoog. En toen hebben we elkaar leren kennen uiteindelijk bij NAC. Ja. En vanuit daar is mijn carrière eigenlijk heel erg een soort van berg geweest met ups en downs. En ja, vooral de tijden dat ik zwaar geblesseerd ben geraakt waren heel taai, man. Dus dan merk je de eerste week dat je zwaar geblesseerd bent geraakt, mijn knieband had gescheurd, dan is iedereen je beste mattie. Dan is iedereen van, hoe gaat het met je? En elke dag van, komt goed. Ja. Maar je weet dat je trajecten van maanden dat je eruit ligt. En na een week was ik gewoon een ghost, man. Dus op een gegeven moment loopt iedereen je voorbij. Ja. En dan is het niet meer van, hoe gaat het met je? Ja. Heb je nog last? Kan ik iets voor je doen? En dan is het wel heel eenzaam. Ja. Dus voor mij heeft het afgelopen jaar heel veel realiteit laten zien. Als in, het is heel mooi, weet je. Volle stadions. Bij spreken mooie auto's, je verdient relatief natuurlijk veel geld, maar er zijn heel veel keerzijdes waarin het ook een heel lelijk wereldje is waar je niet naar wordt omgekeken of het is heel net, weet je, mensen doen heel reëel in je gezicht en dan uiteindelijk moet je via horen dat er anders over je wordt gesproken het is uiteindelijk ook heel persoonlijk, weet je, kijk, uiteindelijk wil jij spelen en je bent onderdeel van, maar ik heb wel gemerkt dat ik te lief ben, man. Dus daar kan ik wel heel eerlijk over zijn, man. Dus ik heb ook gezien, mensen gaan door muren heen. Dat wil ik ook, maar ik ben dan te veel teamspeler dan dat ik denk dat. Maar heel veel ups en downs, ook met blessures en dat soort zaken. Dus voetbal is heel mooi, met alles wat het je kan geven. Waar je naartoe gaat, Europees, internationaal. Maar er zijn ook heel veel dingen die heel eenzaam laten voelen. Of die juist niet voor mij menselijk zijn. Dus dat een beetje, man. Ik denk ook wat je zegt. Jezelf kunnen zijn in zo'n wereldje, weet je, is lastig. Stel je voor, ik ben een persoon, ik ben integer, ik ben eerlijk, weet je, ik respecteer anderen, weet je. Je merkt gewoon in de voetballerij, die principles is gewoon aan de achterkant. Je kunt vertellen aan die man. Precies. En ja, je gaat gewoon merken van, hey, je moet je eigenlijk je draai gaan vinden van, oké, wie ben ik, snap je? En daarom vroeg ik ook, wie ben jij? Want uiteindelijk wil je dat gaan uitstralen waar je ook bent, snap je? En we noemen natuurlijk deze sessie de dressing room. En wat ik daarvan mooi vind is, je weet hoe het is in de kleedkamer. De gesprekken, dat is eigenlijk wie je echt bent. Op het veld, dat zien mensen, weet je, van buiten. De camera, ze picturen dat en... Maar we weten allemaal de gesprekken die gebeuren in de kleedkamer, hoe je echt bent als persoon. Hoe ben je trouwens in de kleedkamer? Ben je een beetje rustig? Ben je grappen maken? Kan allebei zijn, nee, man. Het ligt aan de vibe, man. Okay. Bijvoorbeeld, ik kom binnen. Ik heb bijvoorbeeld echt lang gehad dat ik gewoon, wat je net zei, ik kon zonder plezier naar training. Ja. Zit ik in de kleedkamer, ben ik gewoon emos. Ja. Ben ik gewoon meteen rustig. Ja. Zo dagen dat ik plezier heb, dan ben ik gewoon druk. Ja. Maak je iedereen vat tussen zo, loop. Ja. Rustig, grauw mensen, gooi dingen op je, zo wegrennen, die dingen, weet je. Ja. Gewoon irritant zijn en zo, toch? Maar ik denk het is een beetje allebei, man. Dus ja, gewoon eigenlijk hoe je me kent, goed. Ja. Soms rustig, soms druk. En zo ben je ook gewoon in real life. Ja, maar ik zeg eerlijk, het is wel contra tegenover het veld, is op het veld, man. Op het veld ben ik. Ik ben me heet over op het veld, man. Kan ik eerlijk zeggen? Als ik een foute bal speel of de verliezen, flashen, boos doen en zo, ballen wegschieten, ruzie maken en zo. Maar dat is gewoon die passie van mezelf. En dan buiten het veld ben ik gewoon cool met je alsof we geen beef hebben gehad op het veld, snap je? Dus dat is, ja, man. En jij, dat is gewoon anders. Ik ben ook een beetje een mix van rustig zijn en ook wel een beetje druk zijn. Maar ik hou van lachen toch, dus het is wel meer druk zijn, rustig. Maar lach je omdat andere mensen foto's maken of ben je degene die... Ik maak ook veel foto's, ik ga niet voor je liegen. Ja. Okay. Ik maak echt veel foto's, man. Maar ik heb ook gewoon mijn dagen dat ik gewoon op training kom en denk van broer, vandaag is het gewoon gezin om te praten, broer, snap je? Ja, en dan ga ik ook gewoon echt niet praten, als je met me praat, ik ga je gewoon aankijken. Dan ga ik zeggen van broer, relax gewoon, snap je? Ja. Maar ik denk wel 8 van de 10 keer ben ik gewoon... aan het lachen en gieren, brillen, domme grapjes maken en zo. Ja, man. Nee, dit seizoen, vorig seizoen speelde ik met heel veel Brazilianen. En ik weet niet of je ooit met Brazilianen hebt gespeeld, maar die zijn echt gewoon vol van energie, praten veel foto's maken. En ik had er dus volgens mij vorig seizoen had ik 6 in één team. Jeez. En je weet hoe, ik zat met hun in de kleedkamer, dus de hele dag zijn ze aan het praten. 's Ochtends vroeg, in de middag, in de avond. En ik ben vrij rustig in de kleedkamer, weet je. Ik kan met je praten, maar ik ben niet zeg maar de hele tijd aan het praten, dit en dat, snap je? Ik hou van lachen ook, dus als je foto maakt ga ik sowieso plat, weet je. Maar ik kan niet de hele tijd praten en hun wel. Ik dacht, hey, hoe doen jullie dat? Like, in Nederland is het anders, in het buitenland is het anders. En jij hebt natuurlijk in Amerika gezeten. Yes. Trouwens, dope. Amerika is dope. Is zeker toch, man. Of, nee? Ja, USL en MLS. USL. Ja, man. Dus je liet me foto's zien toen je daar was. De kleedkamer, alles erop en eraan. Maar je was wel alleen? Ja, maar in eerste instantie alleen, man. Okay. Dus ik ben toen van Nederland naar Amerika gegaan. Ja. En in eerste instantie was ik in Kansas City, maar helemaal alleen. Ja. Dus dat was ook eerst voor me... Dat is ook taai, hè? Ja, man. Ik ga niet liegen. Het was echt taai. Niet kunnen koken. Ja, man. Ja. Dat helemaal. En natuurlijk heb je WhatsApp, heb je... wat is het? Zeg het eens. FaceTime, social media. Dus je kan elkaar wel op de hoogte, maar het was wel taai, maar ik ga niet liegen. En ik kan best wel goed op mezelf zijn en ook gewoon dingen fixen, maar ik kon niet koken, ik wist niet hoe ik de wasjes moest doen, dus ik had wel altijd die iPhone daar. Mijn moeder van, hé mam, ga mij even vertellen hoe het werkt. Ja. Maar ook wat je zegt, ook daar culturen, daar hadden ze zoveel Zuid-Amerikaanse boys en wat je zegt, die waren zo energiek en ik weet van mezelf, ik ben echt wel vol energie, positiviteit, maar op een gegeven moment dacht ik ook herkenbaar, we hebben bustrips gehad van echt 8, 9 uur, dat ik dacht van, hé boys, man, even... Ja, geen plane gewoon? Jawel, ja, tenminste, Ik heb ook fases gehad, of tenminste, MLS is natuurlijk wel alles vliegen, USL ook. Maar ik heb ook nog een periode gehad in Zuid-Amerika. En toen hebben we echt gewoon 8-9 uur bustrips gehad met alleen maar Zuid-Amerikanen. Maar Amerika is wel top geregeld, daar heb je geen bus. Dan, al zit je in de buurt, dan is het max denk 2-3 uurtjes in de bus en dan ga je gewoon lekker vliegen, man. Dus dat is wel top. Ja, man. Dat is het beste, man. Ja, man. Wanneer wisten jullie dat jullie pro zouden worden? Kijk, weten wist ik, denk ik, ergens midden in het seizoen van mijn eerste seizoen bij Twente. Maar geloven we al vanaf het begin gewoon. Oké. Ja. Okay. Dat is vroeg, man. Ja? Jij? Ja, man. Gewoon pas toen ik tekende, man. Ja, man. Toen wist ik het pas. Het was die bevestiging van ai. Ja, man. Want ik zeg je, die hoop was daar, maar die bevestiging niet, man. Ah, je moet veel matten toch om daar te komen, dus het was niet leuk toch? Ah, dus, ja. Ik wist het gewoon pas. Anderhalf jaar. Ja, je hebt anderhalf jaar geleden. Daarvoor wist je het niet. Nee, man. Nee? Ik wist het niet, maar ik dacht wel van oké, ik moet het wel maken. Ja. Het kan niet anders. Ja. Ik kan niet falen. Ja. Snap je? Ja. Dat is ook, ja, wat Derek net zei, man. Veel tijd ingestopt. Ouders, heen en weer reizen, overal volgen en zo. Ja, man. Veel opgeofferd en zo voor waar ik wil komen. Dus ja, je hebt sowieso geen keuze, man. Klopt. Maar jij was al 16, hè? Toen ja, man, 16. Ik was 15, 16 toen ik de overstap maakte. Maar ik ga niet zeggen, het was zo vroeg, maar ik was ook nog helemaal niet in die vibe van, ik ga echt profvoetbal spelen. Natuurlijk, ik ging van leeftijdsgenoten in één keer naar boys die kinderen hadden. Die moesten vechten voor premies, voor pampers en dat soort dingen. Ik dacht bij mezelf, ik ben blij als ik gewoon weer een keertje wat leuks kan doen in de stad of zo. Dus ik zeg eerlijk, ik kan wel heel interessant gaan doen en zeggen van toen besefte ik dat ik prof ging worden, maar dat was voor mij niet. Tuurlijk, ik ging in één keer veel meer 's ochtends trainen, dat was toen wat minder. En op een gegeven moment die lifestyle ging helemaal anders. En toen, wat je zegt, contract is dan natuurlijk wel een beetje bevestiging van je bent goed bezig. Maar ja, ik woonde nog Ossorg, al mijn matties speelden bij PSV, ik ging net zo makkelijk bij PSV checken. Ik dacht eerst van oké, weet je, het is gewoon weer een volgende stap. Totdat ik uiteindelijk weer in stadions ging spelen, toen dacht ik wel van oké, ja. Weet je, ik was jong en natuurlijk denk je van oké, ik train elke dag keihard om uiteindelijk een keer te gaan spelen. Totdat het moment daar is. En ik zeg eerlijk, toen dacht ik ook van weet je, het is niet zozeer dagelijks te slum, maar uiteindelijk, je bent trots dat je het debuut maakt. Maar ik dacht bij mezelf toen van oké. Ja. Toen pas besefte ik wel, het is wel een ander wereldje, man, dan met busje worden opgehaald en elke dag trainen, man. Ja, man. Was je weg naar je debuut, zeg maar? Ging soepel, makkelijk? Ik maakte debuut dan op 16 en dat was, ik denk dat ik dat seizoen 2 keer heb gespeeld of zo. Dus uiteindelijk had ik wel het gevoel van oké, volgend seizoen probeer ik door te pakken. Dus toen heb ik uiteindelijk 3 jaar bij Eindhoven gespeeld. En in die tussentijd merkte ik wel van oké, er gebeurt heel veel om je heen. Dus je bent jong, je gaat spelen, je naam wordt vaker gevallen in bladen of mensen komen kijken. En, ja, op een gegeven moment zou ik naar Engeland gaan. Ben ik bij clubs op stage geweest. We zijn mijn ouders nog in Engeland geweest om alles te regelen, papierwerk in orde te maken. En eigenlijk tot 2-3 keer toen is hij gewoon afgeketst, man. Dus ik heb het zelfs zo ver gehad dat ik ook tegen de club zei, ik ga vertrekken. En de club zei van we hebben eigenlijk liever niet dat je gaat. En op het moment dat ze kwamen kijken, toen liet ze me gewoon niet pleien, man. Dus ik heb gewoon op een gegeven moment gehad van oké, dan speelde ik een reeks. En toen in één keer speelde ik niet. En dan was ik toch iemand die zei van oké, ben jong. Ik ga nog geen grote bek hebben van wat is er aan de hand? En op een gegeven moment dacht ik wel bij mezelf van er is iets mis, weet je. Mijn pa zegt ook van heb je niet goed getraind of wat is er aan de hand? Maar ja, als je dan gaat spelen, je gaat een paar wedstrijden niet spelen en je weet wel dat mensen komen kijken, dan is dat wel frustrerend. Maar ik ben te lief. Ik heb te vaak gezegd van jongens, weet je, trainen het is goed, ik begrijp het. In plaats van dat ik zeg van wat flik je me nou, man? Ja. Nee, en toen uiteindelijk, al snel teleurstelling gehad dus van debuut, contract, je weet hoe het gaat. Toen in één keer ging het vandaar van ik ga naar het buitenland, toch niet. Ja, dan ben je 18, dan moet je het allemaal verwerken. En ik dacht van oké, weet je wat, toen dacht ik echt serieus van, weet je, er is iets groters, iets beters waar ik uiteindelijk naartoe zou gaan. Dus misschien is deze stap het niet helemaal voor nu. Of is het niet de move die ik moet maken. Maar heeft God wat dat betreft misschien iets beters voor mij in petto van hier ben je nog niet klaar voor. Of misschien is dat niet de juiste pad om te bewandelen. En toen ben ik bij NAC uiteindelijk terechtgekomen, man. En wat Jeff al zei, wat hij bij Ajax had, had ik ook bij NAC. Ik was jong, ik kwam van Eindhoven. Ik dacht van, ik ga misschien nu Eredivisie spelen. Was lauw, boys als Jeff. Ik was van origine ben ik Ajax supporter. Dus mijn pa, die normaal altijd al mee naar het stadion. En toen speelde ik in één keer met Jeff, man. En dat is niet omdat het Jeff is, maar dat was wel voor mij van teken van, lauw man, die boys waar je altijd naar opkeek, daar ga je nu mee samenspelen. En toen merkte ik al van, taai man. taaie wereld, ook daar, weet je. Iedereen was wat... Tuurlijk, de vibe was top, maar je merkt iedereen was top voor zich. Het ging slecht, boys gingen niet spelen, young boys kwamen op de deur kloppen, maar trainer zei van, gaan we nog niet doen. Ja, en eigenlijk is het toen eigenlijk alleen maar chaos geweest. Maar dus, dus van heel veel stabiliteit, positiviteit is het ook heel erg snel naar beneden gegaan. En ben ik wel echt weer met, niet zozeer met twee voetjes op de grond, maar wel echt dat ik dacht van, hé, vind ik het dan wel echt zo leuk, weet je. Dat je er echt alles voor over hebt, alles voor laat. Als je het nog zo goed doet, je scoort in wedstrijden bij Jong, je laat het zien. Ik werd gehaald als middenveld, ik moest alleen maar back spelen. Ik dacht, weet je wat, prima, laat me maar back spelen. Ja. En elke keer zei de trainer, ja, je doet het goed, man. Doordat ik dacht van, ja, maar en dan? Nee, ga je niet spelen? Dus elke keer kreeg ik de hele tijd die feedback. En toen op een gegeven moment zei hij van, nee man, toch niet. Je bent nog te jong, onervaren. Ik zeg, ja, maar hoe moet ik... Hoe dan? Ervaring krijgen. Ja, precies. Dus ja, Jeff toen ook wel iemand gehad die me daar heel veel in heeft geholpen. En nogmaals, niet dat het Jeff is, maar je hebt wel mensen nodig die het ook begrijpen. Kijk, als hij voor zichzelf is en hij zegt van, hey, leuk dat je goed kan voetballen, maar ik heb geen gevoel bij jou, dan gaat hij ook niet met je zitten. Klopt. Dus wat ik je zeg, kijk, het is allemaal heel mooi, maar ja, er zijn ook heel veel vervelende dingen, man. Ja. Ja, ik denk sowieso het mentale aspect in voetbal wordt heel erg, genegeerd, man. Ik denk, kijk, sowieso in de jeugd, je gaat met... Je teamgenoten ga je het ook team hoger op. Dus je begon in de F's, de A's, H's, B'tjes, C'tjes, enzovoort. En zo, je hebt dezelfde groep mensen, maar in het eerste, of aan de top, merk je van, hey, iedereen voor zich, man. Like, weet je, we zijn homies, maar op het veld of in je eigen carrière is het gewoon mezelf, snap je? En ik denk dat die switch, dat moet gewoon gecommuniceerd worden van vroeg af aan, want... Je kan wel leuke vrienden zijn, maar als je op een gegeven moment merkt van, hé, mijn Mattie gaat naar 1 en ik zit nog in de tweede of in de jeugd. Ja, dan dat begint dat van, hè, maar trainer, weet je, ik speel beter. Dus je merkt gewoon heel veel dingen spelen een rol in de voetballerij. En je mentale aspect is gewoon super belangrijk. Maar ook wat je zegt met tegenslagen, als je blesser raakt. Ja, de eerste week, ja, 14, dit, kom op, dit komt goed. We staan er voor je. Tweede week minder, derde week, 3 maanden. Ja, man. Dus dan merk je van, hé, wie zijn mijn homies, wie zijn mijn matties, op wie kan ik rekenen, je ouders. Maar vooral dat ook echt, man. Dat echt. Weet je? En ja, als we het hebben over matties en friends, ook dat is belangrijk, man. Je circle, weet je. Hoe is jouw cirkel eigenlijk? Heb je een grote cirkel, kleine cirkel? Ik ken een hoop mensen. Ja. Ik ben ook goed met een hoop mensen. Ja. Maar ik denk dat ik verschillende cirkels heb ofzo. Okay. Want ik heb een cirkel die heel dicht bij me is bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan heb ik een cirkel die niet zo close, niet zo dicht bij me is als de rest. Mm-hmm. Maar het zijn wel gewoon mensen waarmee ik goed ben en waar ik ook gewoon veel om geef. Mm-hmm. Die ik op een ander moment van mijn leven of ergens anders ook gewoon heb leren kennen. Maar... Ik zou niet zeggen dat het groot is. Ik weet wie mijn broeders zijn. Ja. Ik zeg ook vaak, ik heb broeders en ik heb matties. Ja. Daar zit voor mij een verschil in. Wat vind jij bijvoorbeeld belangrijk in vriendschap? Dat je elkaar level van begrip gewoon respecteert, man. Mm. Omdat je hebt natuurlijk bepaalde meningen, verschillende meningen. En dat kan leiden tot dat je discussies gaat voeren. En dat je gewoon bijna gaat bieven. Of het kan leiden dat je gewoon met respect elkaars mening gewoon respecteert. Ja. En elkaar, zeg maar, daarin helpt. Ja. Dus als wij een andere mening hebben, zeg jij van oké, op dit gebied moet je dit of dit doen. Ja. Of is het handiger dat je dat doet. Ja. En ik zeg bijvoorbeeld dat in dat gebied is het handiger dat je misschien dat doet. Ja. Dat je elkaar daar opbouwt. En ik liever dat. In plaats van, hey, nou, je doet het fout, man, je doet dit, je doet dat, zo. En dan denk je van, maar fuck, doe jij ooit iets fout eigenlijk? Snap je? En dan, disagree. Yeah. Ja, dan kom je uiteindelijk een soort middenweg te vinden, dat je elkaar helpt, in plaats van dat je elkaar steeds naar beneden haalt. Mm-hmm. Of dat je juist iemand hebt die alleen maar pusht. Terwijl je eigenlijk de waarheid moet horen, snap je? Dat is het vooral, man. Dus dat is voor mij belangrijk, man, het respect van elkaars mening. Mm. Dat je die respecteert, zodat je elkaar gaat opbouwen. Ja. Wow. En jij? Ja, om daar aan toe te voegen, gewoon eerlijkheid, man. Dus iemand die ten alle tijde eerlijk is tegen me. Dus niet die met iedereen meepraat. Dus dat is makkelijk. Ja. Weet je, als het goed gaat is het makkelijk zeggen, ja man, je bent top, je kan dit goed, dat goed. Maar iemand die ook gewoon eerlijk is. Dus ik heb ook matties die zeggen van, hé, was echt puin, man, vandaag. Maar dan heb ik af en toe gewoon liever van, dat iemand dat zegt, dan dat iemand, dat als ik zelf slecht heb gespeeld, dat hij zegt van, hé, je was oké, man, vandaag. Ik heb dan echt liever dat iemand gewoon in mijn ogen kijkt en zegt van, hé, Het was het vandaag gewoon niet. Of het was gewoon wat ik zeg, puin. Het was niet goed. Maar gewoon eerlijkheid. Weet je, ook dat ik mijn ei bij iemand kwijt kan. Daar is ook mijn eerlijkheid en openheid voor nodig. Kijk, ik moet jou vertrouwen met mijn gevoel, met waar ik mee zit. En dat kan hele mooie dingen zijn van... Hey Jeff, ik ga een kontje tekenen hierbij. Of ik zeg van Jeff, ik zit er helemaal doorheen. En vooral de eerlijkheid en gewoon... Dat je elkaar altijd kan aankijken en wat je zegt, respect dan. Dus jij kan iets vinden, dat mag, dat is jouw mening. En daar hoef ik niet altijd mee eens te zijn, maar puur het respect dat je zegt van hé, oké, jij mag er zo over denken, ik denk er zo over. En wat je zegt, je mag discussies voeren, je mag zelfs ruzie maken. Maar er moet uiteindelijk wel gewoon weer in lijn getrokken worden en zeggen van oké, tot hier, prima, weet je bent mijn mattie. En ik heb ook wel eens ruzie gehad dat we elkaar even een dag even lieten en daarna kom je elkaar tegen, kijken elkaar en dan schiet je eigenlijk in de lach van hey, wat zijn we aan het doen man. Maar dat heb ik ook in mijn cirkel, ik heb daar ook gewoon een aantal jongens met wie ik echt die vibe heb. Die ik gewoon kan bellen s'nachts als ik denk van hé man, ik kan even niet of ik zit er doorheen. Of iemand die ik juist het liefst mijn eerste nieuws of het goede nieuws wil delen. Maar gewoon puur het eerlijk zijn aan elkaar, daar echt ik, zowel bij familie als vrienden, maar gewoon de mensen omheen, dat mensen eerlijk zijn. Ik denk sowieso vaak, voor mij dan, misschien voor jullie ook, je pa is sowieso het eerlijkst. Ik weet niet voor jou. 100% man. Als iemand eerlijk is, is zijn pa. Ja, maar kijk, dat is de delivery belangrijk, hoe je de approach. Ja. Maar om aan te geven dat hij gewoon eerlijk is. Ja. Tenminste, voor mij dan. Mijn pa, als ik thuis kwam en hij zei, ik heb goed gespeeld, bro, ik was zo happy. Weet je, ai, weet je, is dat maar als je weet van, dat heb ik ook gehad, dat ik dacht van, ik heb goed gespeeld. Je zit in die auto naar die gimmer. Je pa zegt, Jeff, what was this? Bro, de dag verpest hè. De dag is klaar gewoon. Dan, wacht tot de volgende gimmer, volgende week, 7 dagen gewoon. Dus voor mij is hij sowieso het eerlijkst, mijn pa, over voetbal. Als ik goed speel, bro, ben ik echt blij. Als ik wack speel, en soms is dat ook. Ik speel de wack, voor mijn gevoel. En hij zei, you play good, I like this, I like that. Oké, cool, weet je. Maar ja, weet je, ik weet niet, bij jou is het misschien anders. Nee, mijn pa is wel eerlijk, weet je toch? Hij is gewoon eerlijk, maar hij is niet zo vaak bij mijn gimmas of zo. Ja. Hij woont ook niet meer in Nederland. Dus. Nee, bij mij, ik denk dat het mijn oom Jeff is, man. Hij is kritisch gewoon, hij is echt kritisch. Als ik iets fout doe, hij zegt het gelijk. Hij zegt gewoon, broer, dit was nep. Als ik iets raar doe, hij zegt gewoon, broer, doe dit nooit meer. Snap je? Mijn moeder is ook wel eerlijk, maar het blijft mijn moeder, snap je? Ja, is anders. Een beetje van, Derek, niet erg en zo, snap je? Ik kom goed, snap je? Dus ik denk wel mijn oom Jeffrey, man. Eerst je pa die die body geeft en dan ga je voor comfort naar je ma. Ja, ik heb die precies hetzelfde, man. Ja, is echt zo, man. Mijn pa is te straight, hè. Ik denk dat ik daarom ook straight ben, maar ik kom er echt door hem, man. Kom Osso, avond Gemma gaat, Brocco, 11 uur, half 12, kom Osso. Je weet hoe die op die bank zit. Wat heb je vandaag? Waarom doe je dit? Waarom doe je dat? En dan heb ik nog niet eens gegroet, hè. Ik kom binnen. Zo, heb ik de eerste stap van, oké, wat gaat hij zeggen? Het ging niet slecht. Misschien hebben we assist gegeven, het ging niet slecht, hoor. Waarom doe je altijd dit? Waarom doe je altijd dat? Dat hebben we vorige keer gezegd. Dit. Oké, samen. Je toch? Ja. Hij heeft wel gelijk. Hij is een crisis. Doet me soms echt pijn, hè? Het was mijn attie of zo, maar hij heeft wel gelijk, gewoon. Maar aan de andere kant, als je dan weer goed speelt, geeft het je ook een vreugde, want je weet van je pa is blij, snap je? Ja. Als ik bijvoorbeeld dan geprikt heb, of je hebt echt goed gespeeld, weet je, je ziet. Nou, ik keek vroeger vaak naar de kant, toen ik nog jonger was. Zo, ik nog steeds, man. Ik ga niet liggen voor je, man. Ja, no line, man. Ja, nee, dus ik deed dat vroeger altijd. In de eetjes, D'tjes, C'tjes, altijd even naar de kant kijken. Als hij, je kan die houding lezen, toch? Van, soms, bro, als die houding fire was, je stresst hem in het veld, hè. Ik ga stroom, hè. Je stresst hem zwaar in het veld. Je begint maar zo wat te schreeuwen. Pas die bal goed in, hè. Maar het hoort er allemaal bij, maar at the end of the day ga je zien van je toch, je hebt je ouders trots gemaakt. Ja. Maar dat is het ook vooral, denk trots maken. Ja, man. Ik denk, wat jullie ook zeggen, weet je, ze zijn die hele road zijn ze erbij, ze zijn uit Gimma's thuis, althans ze proberen zoveel mogelijk te kijken, ze stoppen er super veel energie in, ze moeten er heel veel voor laten. Ja. Maar ik zeg jullie, ik had er wel altijd stiekem druk, nog, nou, niet zozeer dat ik dat nu nog voel, maar ik heb altijd wel een beetje druk, man. Dat ik hem altijd zie staan en zie ik hem al gewoon kijken en dan gewoon één blik is gewoon genoeg. En zelfs als ik thuis kom en in die waggie ging staan, of ging zitten, Ik zag hem in die spiegel kijken en dacht van nee, maar ik ga gewoon niks tegen hem zeggen. Helemaal nul. Nee. Maar sommige dagen maakt het ook wel echt je dag. Als je zegt, je hebt lekker gespeeld of je hebt gewonnen. Dat die gewoon nee zegt, ja man, het ging lekker. Ja. Bij mij, als ik mijn moeder zag, was het juist anders, man. Als ik naar de zijkant keek, ik zag mijn moeder. Ik weet gewoon, ik speel nep. Ik denk, mijn moeder gewoon zo doen. Snap je? Ja. Ik denk van, oké, laat maar harder gaan. Dan gaat het ook echt beter, snap je? Als ik goed speel en ik kijk naar de zijkant, zie mijn moeder, gaat het ook nog beter dan dat ik eigenlijk al speelde, snap je? Dus dat gaf mij sowieso in elke situatie een extra boost. En nu, de afgelopen tijd, ik speel nu in het buitenland toch. Hoe is het trouwens in de UK? Ja, prima man, prima. Ik denk dat ik me snel heb aangepast aan het hele environment ook. Voelt gewoon eigenlijk gewoon in Londen gewoon als een, niet helemaal hetzelfde, maar het voelt wel als een grotere Amsterdam gewoon. Dus ja, voel me daar wel gewoon. Is het in Londen zelf? Ja, Noord. Okay. Zeg maar Greater London, het is niet Londen, maar Greater London. Zeg maar. Ja. Ja, dat is wel man. Mensen zeggen van wel, man. Oké. Ja, en toen je tekende, was je maar bij? Nee, man. Nee? Maar is er bij geen één contract geweest. Waarom niet? Elke keer dat ik heb getekend, het was ook niet echt goed gepland, man. Het was gewoon van, yo, Derek. Ja, die, snap je? Ja. Dus, al wilde mijn moeder komen, het zou niet lukken. Ja, oké. Jij wel, toch? Jij ouders waren erbij toen je tekende. Ja, man. Oh, dat is mijn zusje. 4 en nog een matar ook. Okay. Man. Gelijk de hele game gewoon. Ja man, maar zoals mijn opa wilde ook komen, maar kon het niet. Te veel. Ja. Nou, sowieso, jullie zijn young boys, handsome, young, safe. Zijn er dames in jullie levens, relaties? Oh wow. We beginnen bij Derek. Ja, ik heb een vriendin man. Oké. Derek heeft een vriendin jongens, he's off the market. Ja. Ik heb een vriendin, niet zo lang, 6 maanden zo. En het gaat goed man. Ik hou super veel van dit, dus ja. Oh, lieve jongen. Lieve jongen. Bro. Wat gebeurt? Ja, we proberen gewoon het juiste te doen man. Ja. Als je niet midden zetten, je weet toch? Als je niet midden zetten van alles. Ja, tot nu toe gaat het goed, man. Oké. Nice. Kom maar, Derek. Nice. Nice, son. Nice, hoe wil je dat doen, hè? Of is dat nog te vroeg om te vertellen? Nee, man. Mattie van me had me gewoon gezegd van... yo, ik heb je account gestuurd op Insta. Random, terwijl ik niet echt... Gestuurd? Ja, gewoon... je account gewoon... Haar account naar mij gestuurd. Oh, oké, zo. Maar die dagen, ik was gewoon echt niet aan het kijken naar meisjes gewoon, als dames. Ik had gewoon geen zin meer in. Ik zei tegen hem van broer. Je was heartbroken? Ja man, ja? Gek. Ik zei van broer, laat me gewoon even. Hij zei van broer, kijk gewoon, ik denk dat deze wel goed is man. Het is niet net als de rest en zo. Ja. Op mijn telefoon, kijk gewoon even. En ze zag er wel goed uit, je weet toch? Ik dacht gewoon van oké, DM gewoon. Reageer, praat een beetje, ging wel gewoon goed. Een paar dates, en toen ja, klaar is Kees. Ja. Als een business man. Oh lang. Ja man. Oké. Maar wat is dan voor jou dat ding wat haar onderscheidt van alle andere dames? Ze is niet bezig met de rest man. Snap je? Ze is gewoon bezig met zichzelf, met ons. Ze is gewoon gefocust op wat zij wil doen, niet op wat de rest van de verwacht ook per se. Ik denk dat man, dat vooral dat ze niet naar de rest kijkt man. Okay. En ze is ook gewoon focus. Ja, focus. Oké, nice man. Ja. Nice. En hoe jou het? Ik ben single. Ja? Hey, gelijk naar die kamer. Nee ja man, ik heb geen zin in. Oké. En wat is jouw ding waar je naar kijkt, zeg maar, in een relatie? Moet je gewoon eerlijk zeggen. Of ik ben er niet mee bezig? Nee, niet echt of zo dat ik denk van, ja, ik moet echt een vrienden hebben of zo. Nee, als er een leuke dame is, dan waarom zou ik niet met ze praten zo, als het interessant is of zo. Maar echt op zoek gaan of zo, het is die nog niet zo per se. Ja. Voor mezelf was het van... Toen ik er niet mee bezig was, toen kwam het. Net als Adam. While Adam was asleep, Eve was being created. Dus ik denk dat wanneer je juist niet ermee bezig bent, wanhopig op zoek naar alle DM's, alle vrouwen DM sturen. Wanneer je juist gewoon in de rust blijft, je bent gefocust op wat je moet doen, je purpose, je goals, je dreams, whatever. Dan komt je partner, weet je, om een blessing te zijn in je leven, in plaats van een last. Dat is ook fijn als je dame bent die gewoon een last is. Weet je, je wilt dit bereiken, en zij komt met haar issues. Dan denk ik van, hé, je weet toch, ik ben nog aan het struggelen met die van mij en jij komt nog met die van jou. Like, you should be helping me achieve what you want to achieve. Dus dat wil ik je sowieso meegeven van, je zegt net, je bent er niet echt wanhopig mee bezig. That might be a sign that you're close to. Anyways, laat me niet. Maar in ieder geval, wat zoek je in een relatie? Wat denk je van, hey, ja, dit soort dingen vind ik wel belangrijk? Sowieso het liefst dat ze gewoon desperate is naar de Heer, man. Dat moet sowieso nummer 1 zijn. Okay. Maar toch... Ik weet niks. Kijk, die toren is gewoon van, hey. Want er zijn heel veel desperate dames naar de Heer. Toch. Ja. Ook er zijn ook dames die bijvoorbeeld niet in de Heer zijn, die of gewoon niet kennen. Zou ook gewoon goede dames. Zou ook niet zeggen dat ze niet goed zijn, ja, of zo, snap je? Dus het is allebei de kant. Ja. Maar het is niet een ding wat vroeger wel zo was. Uiterlijk dit, dat, ze zo, van zo moet ze eruit zien. Ja. Maar hoe ik het nu bekijk is meer van, weet zij wat God van haar vraagt? Weet zij waar ze naartoe wilt gaan? Weet zij, heeft ze doelen, heeft ze bepaalde dingen die mij gaan kunnen helpen in wat God voor ons heeft, zeg maar, die we samen kunnen bereiken. En dan kijk ik niet per se naar uiterlijk, of dan hoef ik niet per se de allermooiste dame van het team, maar wel de dame die het meest hongerig is naar de Heer. Snap je? Die gewoon... Don't get it twisted though, uiterlijk is belangrijk, man. Tuurlijk. Ik ga niet voor je eten. Waarom doe je dit deel? Uiterlijk is sowieso belangrijk, maar ik ga niet zeggen van oké, zij is echt bezig met de Heer, maar ze maakt niet dus maar omdat ze bezig met de Heer, dan toch? Ja, precies. Zo is niet wat ik moet wel eindstand op een dag wakker worden en denken van oké, wat is dit? Dat kan ik niet zo. Je toch? Maar ja, maar ik ben is meer in de zin van waar ik nu in ben is meer van oké, kom er meer achter. Welke talenten, gaven God mij vergeven, hoe ik dat kan gebruiken. Ik maak geestelijk gewoon met die echt stappen nu. En dat is niet per se omdat ik niet met een dame bezig ben of niet denk aan van oké, ik moet een vriendin hebben. Maar het is meer in de zin van dat mijn focus meer op God is, zeg maar. Dus hoeveel word ik het goed? Het is meer waarop ik me focus en niet waarop ik me niet op focus, zeg maar. Snap je? Ja. Dat is... Ja, dus ik zit goed nu, man. Ja. Ik kijk in die camera en maar ik zit goed. Ja, eerlijk. You enjoy life. Ja, man. Oké. En bij jou, Fie? Ja, nu ben ik single, man. Ik ben 4 jaar in een relatie gezeten. Was ook eerst mijn eerste echte vriendinnetje. Maar eigenlijk ook wat jij zegt, ik ben altijd heel gefocust geweest op Bunny, man. Dus nooit echt, tuurlijk heb je temptations, heb je af en toe dat je om je heen heel veel ziet gebeuren. Ook wat je zegt, als je jonge stappen maakt, dan gaan er mensen aan je trekken of dan denken, ben je interessant. Maar nee, eigenlijk altijd heel veel geduld gehad met dat. En eerst gekeken ook van, oké, wat moet ik eerst zelf regelen, doen om dat te bereiken, wat ik graag wil bereiken. En wellicht dat er dan iemand op mijn pad komt die daarin mee kan gaan en me kan helpen, ondersteunen. Maar ja, man, dus recent wel, ik denk, een goede keuze gemaakt om elkaar de ruimte te geven. Wel taai, ik ga niet liegen voor je, want ze was echt voor mij wel... iemand waarin ik mijn toekomst zag, waarvan ik ook zei van hé, ik ga niet zomaar met jouw relatie aan. Ik vind dat sowieso, als je iets doet, dan moet het ook een bepaald doel, een bepaalde purpose hebben. Niet van oké, je bent leuk voor 2 maandjes en dan is het ciao. Maar ook dat ik haar toen heb gezegd van hé, vanuit hele goede vrienden zijn wij meer iets gaan worden en gaan bloeien tot een relatie, man. Dus ik wist ook niet wat dat inhield, hoe dat moest. Ik denk sowieso niet dat daar een blauwdruk voor is. Maar gewoon puur het feit dat 4 jaar mijn alles is geweest, is dat nu wel heel raar, man. Want nu, weet je, nu kan ik moeilijk mijn ei kwijt. Nu heb ik natuurlijk mijn ouders. Maar het is toch anders, man. Dus ik ben wel gewoon single, maar ook nergens naar op zoek. Ik voel me gewoon prima. Ik ben ook mezelf weer een beetje aan het hervinden van hé, wat moet je nu doen? Wat is nu... de move van iedereen zegt van hoe is het vrijgezellenleven? Ik zeg ik ben niet op die man, man, echt niet. Voor mij is het puur gewoon, luister, ik met dingen op orde. En vanuit daar zien we het wel. En stiekem hoop je wel dat dingen misschien weer een beetje bij elkaar kunnen draaien. Maar het is zo vers. En wat ik je zeg, dan staat mijn hoofd in die naam niet te zeggen van... Hey, ik ga nu slijden of ik ga nu op pad. Ik kan sowieso nergens nu, daar niet van. Maar ik ben ook niet... ik ben sowieso nooit zo desperate geweest van... Ik denk altijd van oké, iemand heeft een bepaalde vibe. En vanuit daar kun je checken van... Ik heb ook mensen gehad met wie ik heel goed was, zonder intenties. En soms denk je van misschien is er wel meer. En zo is dat met ons toegegaan. Dus met alle respect voor haar. En nogmaals, we zijn nog steeds op goede voet. Alleen, nog steeds een beetje herstellen als ik eerlijk ben, man. Mm. Ja, man. Zie je dingen? Zie je focus als... Oké, ik kan op 0 dates gaan? Of zie je focus als van... Oké, ik ben gefocust, maar... Misschien kan ik wel wat met jou worden. Of met jou, Mm. Dat je dan kijkt van oké... Kunnen we wel wat gaan doen of op een date gaan of iets. Mm. Maar als er dan niks wordt, is het klaar. Mm. Dan focus je weer verder. Mm. Je vraagt aan mij of gewoon? Algemeen gewoon. Ah, Derek, deze is voor jou. Ik heb M&M's in mijn mond. Om eerlijk te zijn, ik zie het gewoon al. Ik zie focus gewoon als alles wat je doet, laat het je, waar je op gefocust bent, laat het niet negatief beïnvloeden, denk ik. Daar ben je gefocust, denk ik. Als jij op een date gaat met een dame en het neemt tijd van je af waarin je eigenlijk zou moeten, weet ik veel, trainen of whatever. Snap je? Dan ben je niet gefocust. Dat is wel een goeie, man. Ik denk zelf van, je kan gefocust zijn, maar dat betekent niet dat je die deur niet open hoeft te laten. Zo, persoonlijk, ik kan bijvoorbeeld gefocust zijn nu op voetbal, op de heren, met dingen en zo. En dan, als ik bijvoorbeeld weet van oké, is wel een leuke dame. Laten we kijken als het iets wordt. Bijvoorbeeld na 1 date weet ik van nou, het wordt niks meer. Dan, daar gewoon schuif gewoon. Of, ik kan best wel snel afknappen toch? Dan knap ik bijvoorbeeld af, dan is het weet je, laat zitten. Laat gewoon. Laat zitten. Man. En dan is het Het wijkt voor waar ik me op focus. Maar als het eigenlijk wel wat komt wat helpt daarbij. Zoals jij zegt, het houdt me gewoon focus of het neemt geen tijd van me af. Dan zie ik het niet als van je verlies je focus, maar uiteindelijk is het wel een onderdeel van je leven, hoort het uiteindelijk wel daar te komen. Focus, wat hij zegt, hangt van af. Leidt het je verder weg van je goal of dichterbij? Als je met een dame date die je dichterbij brengt bij je goal en die je stimuleert en die je pusht, bro, ben je in die focus, weet je? Want je date de juiste persoon. Dus... Ja, ik weet hoe jij het ziet, maar... Ja, een beetje een mix van beide, man, denk ik. Ik zeg eerlijk, ik ben ook altijd... Of net als jullie, gewoon straightforward, je focus je doel. Maar in mijn geval had ik wel iemand, of tenminste mijn ex dan op dit moment... Die hield me wel een beetje, zeg maar... Zij is 0 voetbal, dus zij is wel heel erg carrièregericht. Ze weet heel goed wat ze wilde. Maar zij kon me eerst heel goed uit die dagelijkse sleur halen. Dus af en toe was het wel voor mij fijn in plaats van dat het was trainen. Ik moet spelen, ik moet dit, ik moet dat. Was zij iemand van, is het niet goed om gewoon een keertje van een afstandje te kijken en misschien eventjes die ontspanning te pakken. En niet per se dat ze dan mijn tijd roofde of zo, maar ik kon best wel goed relativeren dat er ook heel veel meer is dan body. Dus zij bracht wel een beetje die balans van, ik zeg eerlijk, vanaf kleins af aan is het voor mij alleen maar voetbal, school, familie, boom, dat is het. Ik kende niet meer dan dat. Ja. Natuurlijk ging ik chillen, maar zij was wel iemand die me af en toe eventjes ervan kon wegtrekken. Ook toen ik haar leerde kennen, was misschien ook een andere vibe. Aan het moment was ik geblesseerd, dus ik was heel veel om mezelf. Ik wilde met niemand praten. Ik hield alles voor me. Ik had een smel naar iedereen. Maar van binnen kon ik wel gewoon janken af en toe. Zij was wel iemand die zei van, maar ik ken het profvoetbal niet. Ik ken überhaupt, ben ik wel into sport, maar niet zoals jij dit. Maar weet je, probeer je gevoel een beetje bloot te stellen. En zij was wel iemand die dan me daarbij kon helpen. Dus ik snap heel goed. Ik ben ook altijd dedication, voetbal, focus. Maar af en toe als het inderdaad bijdraagt aan een beter doel, dan heel graag. Ik heb ook mensen leren kennen die juist alleen maar het hoort op willen gaan, leuke dingen willen doen. Ik van nee man, dat is niet wat ik nu zoek. En natuurlijk is het ook leuk. Ik vind het ook leuk naar de stad te gaan, te chappen, wat dan ook. Maar ik zeg eerlijk, het moet voor mij wel een beter doel hebben op zich. Ja. Hoe gaan jullie daar om? Want in de kleedkamer, laten we eerlijk zijn, in de kleedkamer zijn die takkies anders. Ja. Je kan wel, zoals jij zei bijvoorbeeld, gefocust met je dame. Kennen genoeg guys hebben een dame. Weet je, maar on the side hebben ze ook een ding. Ja. En je weet die gesprekken in de kleedkamer. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe combineer je God en voetbal samen? Daarmee? Ja, of Voor mij is het eigenlijk de loop der jaren eigenlijk minder moeilijk gaan worden, man. Okay. Omdat ik eigenlijk in het begin schaamde ik best wel ervoor eigenlijk. Bijvoorbeeld dan praatjes, je weet wel, die praatjes over het avonds, dit, dat, zus, ik heb dit, dat gedaan. En dan moest ik zeggen bijvoorbeeld van, ik wacht op huwelijk, man, je weet toch? En dan ben ik, dan denk ik van, hey, misschien is het nog chimang of zo, je weet toch? Ik heb zelfs ben je gay of zo? Bro, ik zeg, ik wacht op marriage? Man. Ben je gay of zo? Ik ben 17 mensen kijken naar van, fuck, hoe zal je niks doen? Bro. Dus ja, relatable, ga verder. Dus, ja, maar dat is zo. Dus op een gegeven moment ging ik me gewoon eigenlijk er niet meer voor schamen. Mm. Was het meer van, oké, dit is wie ik ben. Ik doe het omdat God zegt dat het zo moet. En ik volg God, dus ik doe het. Wow. En in de loop van de tijd, tenminste hoe ik het ervaren is van, oké, er wordt wel met respect naar gekeken. Ze begrijpen het. Ze begrijpen het niet, maar ze begrijpen het wel van, oké, jij bent met de Heer, dus je doet het zo. Ja. En als die boys zeggen van, dit en dat is zus en zo gedaan. Ik zie dat juist als opportunity om te laten zien van hoe ik eigenlijk echt ben. Want ik ga niet in de kleedkamer komen, heilig spelen. Ik ben dit, dat, zus, zo, perfect, zus, zo. Terwijl, ik maak mijn fouten. Tuurlijk. Ik doe mijn dingen, je weet toch, ik maak mijn fouten. Ik heb gewoon dingen waar ik spijt van heb. Ja. En dan zeg ik dat gewoon van, joh, ik ben ook veilig gegaan, maar God heeft me nog steeds hier. Ik ben veilig gaan, ik heb dit. Ik ga gewoon gedetailleerd erin, snap je? Gewoon omdat ik weet van, ze luisteren, dan heb ik ze te pakken. Ja. Ik ga gedetailleerd erin. Dit gedaan, zus gedaan, zo, fout gedaan. Nu weet ik, hey, ik ga nooit meer in die setting. Ja. Nooit meer dit, nooit meer dat. Want dat is setting, een no-go. Die setting pakt je gewoon. Dat is een no-go. Je boy zegt van, ja man, dan is wel is mentaal sterk, maar ik zou het niet kunnen of zo. Je weet toch? Nou, ik kan het ook niet. Maar het is door Gods genade dat het lukt, snap je? En zo breng ik het eigenlijk een beetje erin, maar gewoon eigenlijk door gewoon mezelf te zijn. En me niet mezelf in een hoekje te plaatsen in die gesprekken, maar juist erin te mengen. Zodat ik het verschil kan laten zien van hoe God het wil, snap je? Ja. En jij, Derek? Hoe ga jij met dat soort dingen om? Ik denk een beetje hetzelfde als Terrence, man. Mm. Als er wat grappigs wordt gezegd over zulke dingen, dan lach ik ook gewoon mee, weet toch? Mm. Maar... ja, ik niet, man. Nee? No. Als ik het grappig vind, ik kan het niet houden. Ik hoor het gewoon. Nou, maar... Tuurlijk, als het echt wat is. Ja, dan lach ik gewoon. Maar het is niet van, ik keur het goed of zo. Net als Terrence, ik ga me ook erin mengen. En dan ga ik, zeg maar, vanuit mijn eigen en de Heers perspectief, ga ik erover praten. Ja. Ik heb nooit echt gehad van... Ik schaam me ervoor dat ik maag ben of zo. Ja. Ik had gewoon van... ik vond het altijd harder om te zeggen van ik ben maag dan. Broer, ik ben met 10 chickies naar bed geweest. Ja. Snap je? Ik vond het altijd harder. Ja. En ja, dan krijg je natuurlijk ook wat je zegt van broer, ben je homo of zo? Ik zeg gewoon nee. Ja. En je krijgt ook te horen van ja, oh ja man, maar ik zou het niet kunnen doen man, maar ik ben wel hard. Ja. Maar nee, ja, ik meng me gewoon in zulke gesprekken. Ik zeg gewoon hoe ik ernaar kijk. Ze vragen me ook gewoon, omdat ze weten hoe ik ernaar kijk, zeg maar. Dus ik heb er niet per se moeite mee. Op een gegeven moment, wat jij zei, dwing je respect af. Mensen gaan weten van, hij is zo en that's just the way it is, snap je? En ik heb ook vaak gehad dat ze dan in de kleedkamer met tijdschriften dingen aan het doen zijn. En dan een beetje, dan laten ze iedereen zien. Dan komen ze bij Jeff, oh nee, Jeff van niet. Dan gaan ze, weet je, like, ja, jullie weten het al. Jullie hoeven niet met dat bij mij te komen. En ik heb dat al, wat je zegt, ik zie het meer als iets hards. Van, weet je toch? Men weet van, dit is waar ik voor sta, dit is waar ik in geloof. En they respect it. En wat je dan krijgt, is dat mensen naar je toe komen van, hoe ga je hiermee om? Of wat moet ik nu doen? Of als ze down zijn, of als ze, weet ik veel, door een challenge gaan. Dan komen ze naar je toe, dan gaan ze niet die grappen maken, weet je, die alleen maar onzin loopt te praten. Dan komen ze naar die persoon die weet van, he got some wisdom, snap je? Dus je moet je sowieso daar niet voor schamen of zoiets van, ik ben lomp of ik ben een outcast. Je bent keihard, want jij bent niet zoals de rest. Dat is gewoon die vibe, dus sowieso voor die youngins die checken, schaam je nooit man, schaam je nooit voor wie je bent. En Alleen zo dring je respect af. Want je weet toch, je wil niet iemand zijn in de kleedkamer ben je zo, thuis ben je weer iemand anders, op straat ben je weer, je bent gewoon drie personen in één lichaam. Like, be yourself, snap je? Ook al is het moeilijk, wat jij zei, in de voetbal ben je te lief. Weet je, en jij bent heet over in het veld en bijten ben je tranquilo. Weet je, maar ook dat is wie je bent. Want in het veld, ik ben ook van mezelf rustig. Maar als jij mij zomaar op het veld loopt te flashen, ga je niet zeggen, oh ja, is goed. No bro, like, what are you doing? Like, weet je, ik ga je niet uitschelden. Maar ik ga je wel laten werken van, hey, niet zo bro, je weet toch? Alright guys, dus zoals jullie weten, Real Talk Jeffa doet heel veel quotes. Ik ga jullie allemaal een van mijn quotes geven. En dan wil ik graag van jullie horen hoe jullie het zien, wat jullie eruit halen. Ik begin met de man on my left. Oh. Vinnie. Zelf lezen? Deze is voor jou. Oplezen. En in je eigen woorden. Wat jij aankomt. When someone genuinely believes in you, don't take that person for granted. It's a blessing to have someone who sees in you what you oftentimes can't see in yourself. Hoe ik dit interpreteer is dat niet alles vanzelfsprekend is. En dat is hetzelfde als de mensen die je ontmoet. Je kan mensen hebben die heel vriendschappelijk tegen je zijn, maar als er mensen zijn die in je geloven, zoals deze quote, dan is dat vaak heel oprecht, heel echt. En natuurlijk zeggen heel veel mensen vaak ook geloof in je, maar je weet ook oprecht wanneer iemand het zegt. En dit kan ik ook heel veel relateren naar mezelf, is mensen die in me geloven. Want uiteindelijk heb je er uiteindelijk maar een paar om je heen die echt in je geloven, die er altijd voor je zullen zijn. En daar put ik zelf ook heel veel energie uit. Dus ook voor die mensen wil je het graag goed doen. Dus die zijn er in voor- en tegenspoed. Wanneer je upset, wanneer je down bent. Maar vooral dit soort dingen is heel herkenbaar voor mij. Omdat ik dat ook zeker niet als normaal zie. En ja man, ik denk dat het een beetje voor mij doet. Wie zou zo iemand zijn in je leven als je één persoon moet noemen? Ja, cliché om te zeggen mijn ouders. Maar ik heb een soort van, niet echt mijn opa, maar Pieter Visser. Ik weet niet of mensen hem kennen. In ieder geval... Ja, dat is een goede tijd. Ja, het is nog niet helemaal, het is voor hun tijd sowieso. Maar in ieder geval is wel best wel een naam binnen het voetbal, vooral in de scouting. En die ken ik al, die ken me al vanaf heel klein. En die is zeg maar nooit gaan stoppen om in me te geloven. Dus die, of ik nu op stage was in het buitenland of het zat tegen mijn blessures, hij zei altijd van, hey, ik weet wat je kan, blijf erin geloven, weet je. En of soms geloofde ik er niet eens, want ik dacht van ja, het gaat hem toch niet meer worden, mijn knie is helemaal naar de knoppen, maar toch... kon die persoon mij zo raken door te zeggen van hé, weet je, blijf altijd geloven en die kans ga je pakken. Je stopt er zoveel tijd, moeite, energie in, je ziel en zaligheid. Op een gegeven moment gaat het een keer uit te komen. Kijk, je kan zoveel extra trainen, maar er gaat een keer een moment komen dat die trainer zegt van hé, gun je die kans of wat dan ook. En dat is ook heel veel andere dingen, weet je. Het gaat niet alleen over voetbal, maar ook gewoon in je geloof het gevoel hebben dat iemand achter je staat. Dus Pieter Visser is dat, mijn ouders en ik heb... ik denk gewoon de fan over het algemeen. En ik moet ook niet liegen, maar mijn vriendin was wel iemand die, ook, die dat ook was, man. Nice, ja, man. Nice. Road Talk Vinnie. Ai, Derek, deze is voor jou. It's better to wait a little longer. Oh, hey, the UK manager. Hey, deze is ook. Dit is een UK mannetje. Dit is echt grappig, man. Opnieuw, man. Ik was niet ready voor die, man. Opnieuw, man. It's better to wait a little longer and get it right than desperately looking for love in all the wrong places. Nee. Nee, wat ik hieruit haal is geduld, man, vooral. Ik heb het al eerder gezegd, volgens mij in een van de Ballers with God meetings, dat geduld gewoon een van de taaiste dingen is hier op aarde die je moet masteren eigenlijk, snap je? Geduld houden is gewoon moeilijk, want iedereen wil controle over alles wat hij doet. Iedereen wil dingen in zijn eigen tijd, maar dat is gewoon niet hoe God werkt, snap je? God heeft zijn eigen tijd. En je kan ook niet zeggen van, ja, ik wil haar nu, of ik wil gewoon een vriendin nu. Zo werkt het niet, want zo zet je jezelf gewoon op voor disaster eigenlijk. Ja. Want het is niet jouw timing of wat jij weet, je eigen wijsheid, wat jou naar de juiste destination gaat brengen. Het is God zijn wijsheid en zijn kennis. Dat is wat ik hieruit haal, man. Wees geduldig. Hey! Yes, sir. Real Talk Terrence, speak to us. Some of us are trying too hard to be seen, liked and recognized by people. Quit doing things for shine and start doing things to impact lives for real. Real Talk. Mm. Ja, maar deze pakt me sowieso omdat ik... Dat is die Bali-wereld toch. Dat is die Bali-wereld gewoon. En ja, maar ik denk zelf, als ik naar mezelf kijk en deze quote... Het is juist wanneer je impact maakt, wanneer je dingen begint te doen om niet gezien te worden. Dus, laat me zeggen, wanneer je focust... Wanneer je niet focust om op te vallen, val je meer op dan dat je denkt eigenlijk. En dat is vooral, als we als voetballers dan hebben over de wereld van voetbal, dan probeert iedereen juist op te vallen. Iedereen probeert, kijk naar mij, ik kan dat, ik als zo, ik hoor te spelen, ik hoor dit te doen, ik hoor dat te doen. En wanneer jij gewoon jezelf blijft en juist met je eigen leven eigenlijk die preach, gewoon hoe jij bent, preach zelf. En laat zien wie je bent, dat je dan al anders bent dan de rest. Dat je dat niet doet om gezien te worden, maar serieus doet vanuit een puur hart. Ja, maar dat is dan van mij, man. Alsjeblieft. Dankjewel, man. Paying your parents' debt in secret instead of buying that LV bag in public is a different flex. Wow. Dat is gesproken, man. Oh. Heeft hij nog wat uitleg nodig? Hey, jouw woorden, man. Ik kom niet van diep, hoor. Jouw woorden, wat. We willen jouw Real Talk horen. Mijn Real Talk over deze. Voor mij zegt hij gewoon genoeg. Is het, ik denk sowieso dat het niet gaat om wat kan je laten zien of wat heb je. Maar dat het juist gaat om de veel grotere dingen. En dat is ook uiteindelijk iets wat ik zelf graag zou willen doen. Ik ben ik ben gewoon in een heel fijn huishouden opgegroeid. Maar ik zou mijn ouders nooit kunnen terugbetalen wat ze voor me hebben gedaan. Dus om dit eventjes heel letterlijk te nemen. Weet ik dat dit ook een doel op zich is, dus niet kijken dat ze dat doen. Maar nee, zonder grappen, ik denk dat dit wel een hele duidelijke message is. Ik kan er niet heel veel meer aan toevoegen. Okay, ik denk vooral ook dat het gaat om de gebaren in plaats van dat het gaat om een different flex. Ja. Dus, en dat geldt denk ik ook voor ons. Kijk, ik kan laten zien wat ik heb, maar het gaat om de bigger picture. Dus ja, man. Tuurlijk, flex is niet verkeerd, don't get me wrong. Like, nee, maar je mag. Als je die bag wil halen, be my guest, maar is ook zo. Maar ik denk ook... Prioriteit. Ja, maar dat ga je ook denk ik leren, man. Ja. Want op een gegeven moment is je kan een mooie whip rijden, je kan een toffe bak hebben, maar wat is het dan nog beter, weet je? Kijk, je kan het zo moeilijk maken als dat je wil. Maar op een gegeven moment ga je ook beseffen van, het is ook maar materieel, snap je? En als ik iets zou kunnen doen wat echt mijn goal is in life, dan is het wel dat terug doen voor mijn ouders, wat ze al die tijd hebben gedaan en nog steeds doen. Dus ja, man. Yes, dat is hem. Derek. Sometimes the ones in your circle are just there because they benefit from you. It's when the tables are turned that you know if your circle has holes. Wow. Dat is het pak naar de nee, wat ik hieruit haal, wow. Ja, in goede tijden heb je iedereen om je heen, toch? In goede tijden wil iedereen met je zijn ook. Wanneer het bergopwaarts gaat, wanneer je shine pakt. Iedereen wil in je shine staan en zo. Snap je? Het is makkelijk ook om te chillen met iemand die shine heeft. En je weet toch, als je shine hebt, het kan naar je hoofd stijgen. Je gaat het niet zien dat mensen met je chillen, puur omdat je die shine hebt soms, snap je? Maar wanneer die moeilijke situaties echt komen, dan ga je zien wie je echt gaat steunen. Emotioneel, kan financieel zijn, snap je? Dan zie je echt wie je echte vrienden zijn of je familie echt is, snap je? Dat is wat ik hieruit haal, man. Real talk. Alright, je mag de achterkant geven aan Terrence. You can never be me and I can never be you. So quit the hating and jealousy and just celebrate each other uniqueness. Yo, wees gewoon wie je bent, man. Zeg het minder. Wees gewoon wie je bent, man. Ga je ooit jezelf kunnen zijn als ik probeer om als jou te zijn. En daarbij, hoe ga ik ooit mezelf kunnen verbeteren als mijn maatstaf van jou is? Dat gaat niet werken in mijn ogen. Ja. Gesproken, man. Trouwens, wat zou je liever hebben? WK winnen of Ballon d'Or? Kijk, het hangt ervan af. Als ik voor Ghana zou spelen, WK winnen. Als ik voor Nederland zou spelen, Ballon d'Or. Simpel, man. Ik zeg je eerlijk. Waarom? Leg uit. Ghana heeft nog nooit... Nederland ook niet, daar niet van. Maar Ik weet niet, man. Het voelt gewoon, denk ik, zo speciaal als ik het voor Ghana zou doen, denk ik. Nee, gewoon de World Cup gewoon naar Afrika brengen. Ja, ja, ik hoor je wel met big achievement, man. Ja, ik hoor je wel met die. Ja, man. Jij het, hè? Ballon d'Or. Leg uit. Het is gewoon talent, toch? Je bent gewoon de beste. Je bent gewoon de beste, Ik ben de beste, man. Dat is het gewoon, man. Ja, maar een week oud, toch? Ik ben de beste van de wereld. Ja, toch? Maar die Ballon d'Or is van... Persoonlijk. Gewoon, ja, man. Gewoon, je bent gewoon... Ja, man. Je bent echt hard, gewoon. Je bent gewoon echt hard. Weet je toch, ik kan de WK winnen, maar ik bench 9 van de 10 games. Snap je? Daar heb ik hem niet gewonnen. Klopt. Die Ballon d'Or, gewoon mensen stemmen op jou. Klopt. Want jij maakt brokko. Snap je? Dat is denk van, ja, man. Ballon d'Or. Ja. Nee, ik wil hem eens aan jou stellen, man. Huh? Voor mij sowieso Ballon d'Or. Want wat je zegt, WK kan je winnen. Maar ja, wat is jouw rol? Weet je, in hoeverre heb jij een belangrijke rol gespeeld? Maar je hebt wel gepakt. Ik wil net zeggen met die... Je hebt wel gepakt met die, met Ghana. Dat dacht ik, hé, waarom man? Als je met Ghana wint, dat is... maar als een Walkie die pen had geprikt, zou je dit ook zeggen? Ja, zie sowieso, bro. Als ze hem aan hadden gepakt, zou je ook zeggen van, ja, door die reden. Ik weet niet, man. Kijk, helaas gaan we dat nooit weten. Snap je wat hij niet had politiek correct. Ja, maar die hebben we wel gepakt, man. Ja, ik kan het nooit zo bekeken, weet je? Maar dat is gewoon history in the making. Also, dat is, bro. Ja. Maar ja, tegelijkertijd heb ik zoiets van, stel je voor... Ik zit op de bank de hele tijd. Ja. Ik heb daar niet over nagedacht. Ik dacht gewoon, ik speel. Ja. Snap je? Ja. Als ik op de bank zou zitten, ik weet niet. Ja, ja maar dan nog, man. Het is nog steeds anders. Maar als je slecht speelt, die speelt alles meestal slecht. Bro, je hebt die WK naar Oslo gebracht. Niet jij, want je was niet hard, bro. Ja, maar je hebt gespeeld. Je kan niet spelen en niet hard zijn. Alle gamers, dat gaat niet. Hé bro, we weten allemaal dat mannen nepkippen zijn supply alsnog. We weten het allemaal. Ja, oké. Maar dan... Ja. Het gaat erom wat je regelt in het team dan, voor mij. Ja, klopt. Als je die regelaar bent, nummer 10 Cappy, dan zou ik ook het WK willen brengen naar Su of zo, weet ik. Pura. Jij, Philly? Ik sluit me eigenlijk een beetje aan bij Derman. Ik zeg je eerlijk, ik heb natuurlijk dubbele roots, maar als ik hem naar Indonesië zou kunnen brengen, zou ik hem echt lauw vinden, man. Maar dat is ook weer een beetje die teamplayer, toch? Kijk, die Ballon d'Or is van iedereen. Iedereen wil de allerbeste ooit zijn. Dus ik zeg je eerlijk, als je die recognition krijgt, gaat niks te boven. Maar als ik ooit een keer die kans zou kunnen krijgen om Indonesië WK te leiden, ik ga niet zeggen dat het ooit zal... die possibility zou kunnen, maar dat zou wel echt lauw zijn, man. Ik zeg eerlijk, toen je het zei, het raakte me gelijk, man. Nee. Dat zou ik wel echt hard vinden, echt hard. Ja, maar jullie weten het, hè? 7 times Messi. Die discussie gaan we hier niet hebben. Ik moet de wedstrijd voor zich, jongens. Het spreekt voor zich. Doorgestoken kaart, man. Ja, kom op. Het spreekt voor zich. Je bent Messi-fan? Ik ben wel Messi-fan, man. Ik ga niet cappen. Jongens. Kijk, ik ben een Ronaldo supporter. Ik vind Messi kapot hard. Daar niet van. Maar ik denk gewoon dat Christian gewoon beter is, man. Ik denk het echt gewoon. En ik denk ook dat de... Je mag het ook denken. Ja. Nee, laat me het zo zeggen. Ik weet het. Ik weet wat je hebt gezegd. Ja, Ronaldo is de beste van de wereld. Maar Messi is niet van deze wereld. Ja, bro. Hij heeft gelijk, hè? Ja. Hij heeft gelijk, hoor. Hij kent je wel door. Ja, dat heb ik erop gezegd, hoor. Hij weet het. Maar ik zeg je eerlijk, ik vind Ronaldo gewoon beter. Ik denk dat de stats het ook zeggen, maar ik ben niet echt gefocust op die stats, snap je? Maar die man is gewoon beter, ik wil niks horen. Dankjewel. Ja, maar big gameplay, man. Zeg minder. Clutch. Ja, hij is keihard. Ronaldo is keihard. Maar? Nou, niks. Hij is keihard. Oh ja, toch. Hij is keihard. Moet hem aanwakkeren. Ja, man. De enige die Messi plus volgens Jeffa is Neymar. Dat is niemand, goed. Wat? De enige die Messi kan plussen voor jou is Neymar. Nou, kijk, laat me het zo zeggen. Messi is sowieso beter dan Neymar. Maar, voor wie ga ik naar het stadion? Neymar. No cap. Ja, voor hem betaal ik ticket, waar hij ook is. Maar ik denk dat hij met zijn saus gewoon, eigenlijk gewoon op 1 moet staan. Ja, tuurlijk, maar dan moeten statistieken en dergelijke, weet je. Tegenwoordig gaat het vooral om dat. Ook als Lewandowski wel genakt een beetje, maar oké, cool. Tegenwoordig gaat het meer om dat, alleen dat je een harde speler bent. Je moet alles mee hebben, prijzen pakken, geweldig jaar hebben, kampioen ergens. Al die dingen, snap je? Dus het is niet echt alleen van, ja, je bent hard. Want anders Maar je vond dat Lewandowski moest pakken dus? Nou, gewoon om te gunnen, snap je? Om te gunnen, van hij heeft tenminste eentje. Maar niet van, het moet of zo lijken, weet je? Nou, als Messi op pak kan je sowieso niet zeggen van hij verdient het niet. Ik ben het daar niet mee eens, man. We zijn het gewoon gewend, dat is het probleem. We zijn gewoon gewend dat Messi gewoon week in, week uit gewoon mensen laat dansen voor fun. Shaken hier en daar. We zijn het gewend, het is gewoon normaal geworden na weet ik veel jaar, snap je? Maar hij doet het niet. Hij doet het niet? Hij doet het nu niet meer. Lewandowski heeft helemaal kapot gemaakt. Hoe is het? Wat heeft hij gedaan dan, na scoren? Wat moet hij doen? Oké, maar dat bedoel ik. Dus, ja maar oké, Messi prikt niet, maar hij doet dat wel. Nou, Messi prikt niet. Ja, maar als je vergelijkt met Lewandowski dan, dan heeft niemand aan hem getipt. Met prikken? Ja, maar het is toch niet alleen prikken? Je wordt toch niet het beste alleen door prikken? Je moet toch... Ja, maar oké, dan kan je prikken wel weghalen, maar shaken kan je niet weghalen. Nee, maar kijk, Messi prikt ook. Bij hem is het ook. Dat is NN. Het is niet van alleen prikken. Ik weet, het is moeilijk. Het is niet makkelijk, maar... It is what it is. Sowieso, major love naar jullie voor het joinen. Ik denk dat we heel veel hebben besproken. Goede topics hebben gehad. Real topics hebben gehad. Binnen de mensen. Geblest zijn. Oh. En maar we gaan het sowieso vaker doen, weet je. Part 2, part 3, part weet ik veel hoeveel. En man, that's a wrap. Ja man. Thanks man. Love you. Awesome man.